drunk back to you. By now, I should somehow realize what he got to. I believe that nobody feels the way I do about you now. From school back, he grows on the street at the fire. Gotta be the one that saves me. And after all, ik wou meer informatie over gasboetes, dus heb ik contact opgenomen met een ambtenaar van Antwerpen. Zij kan mij er meer uitleg over geven, dus ben ik richting Francis Wellesplein gegaan. Een gasboete is eigenlijk een onderdeel van de gasprocedure. De gasprocedure bestaat uit verschillende stappen. Als er een overtreding op de politiecodex gebeurt en er wordt een PV van opgesteld, dan is het mogelijk dat daar achteraf een gasboete wordt aangegeven. Kunt u mij... Ik heb een boete voor. Ja. Gasboete, zover heb ik zelf niet nagedacht. Ja, maar dus dat is hetzelfde bijvoorbeeld met bananen. Dat is ook hetzelfde. Dat is ook natuurlijk, hè, mevrouw, dus. Om heel kort de flow mee te geven. Er wordt een vaststelling gedaan. Daar wordt een procesverbaal voor opgesteld. Dat procesverbaal wordt bekeken door sanctionerende ambtenaren. Als zij vinden dat dat inderdaad een inbreuk is op de politiecodex, wordt daar een boetebedrag aan geplakt. Dan wordt er een brief naar de burger gestuurd om mee te delen van kijk, dit is er vastgesteld. Dit is het boetebedrag dat eraan vast kan hangen. Dan krijgt die betrokkenen nog altijd de tijd om een verweer in te dienen. En dan, voordat er pas beslist wordt of er eventueel een gasboete wordt opgelegd, wordt er eerst nog eens naar dat verweer gekeken. Het grote verschil is dat de politie ook overtredingen die op het strafwetboek worden gedaan, de zogenaamde gemengde inbreuken, kunnen beboeten. En dat kunnen gasambtenaren niet. Men kan ervan zeggen wat men wil van gasboetes, maar ze zijn democratisch. Het is voor iedereen hetzelfde. Man, vrouw, blank, zwart, poli, bi, homo, je krijgt een gasboete. Als je ze verdient, krijg je ze. In 2005 is er eigenlijk beslist dat er gasboetes konden opgelegd worden. En dat komt omdat het pakket te veel werk had. Er bestond uiteraard al veel langer een politiereglement. Maar omdat het pakket niet genoeg mensen niet meer had om al die inbreuken te beboeten, is er een politiecodex opgesteld. En die politiecodex die wordt gevuld met artikels die door juristen, sanctionerende ambtenaren worden gemaakt, zal ik zeggen. En dat komt dan door klachten van de politie of burgers die merken dat er een bepaalde overtreding heel vaak voorkomt. Dan wordt er intern door de juristen een artikel opgemaakt. Dat wordt dan voorgelegd bij de gemeenteraad. En als zij dat goedkeuren, dan wordt dat in die gemeente, dus in dit geval in de stad Antwerpen, in de politiecodex gezet. Dat is ook een typisch geval. De GFT-pak buiten zetten voor 10 uur. Een gasboete komt niet op het strafblad. Dus wij hebben intern een administratief systeem waar dat die overtredingen worden opgeslagen. Maar het parket bijvoorbeeld heeft daar geen zicht op. Of de politie zal dat ook nooit eens zien. Hey.
Dat is nu ook... Ja, dat is nu ook stom dat... Nicole, onze vuilzak staat hier al buiten. Nee, nee, omdat onze vuilzak buiten staat voor 10 uur. Omdat dat niet mag. Ja, ik zal een keer een gasboete moeten geven, hè. Gasboetes, of ook wel de gemeentelijke administratieve sancties, het woord zegt het eigenlijk zelf al, die worden per gemeente ingevuld. Dus elke gemeente heeft zijn eigen politiecodex, kan die zelf invullen met artikels. En als er een overtreding op dat artikel wordt begaan, dan kan er aan die overtreding een geldboete of een gasboete opgelegd worden. Uit dit laatste kan ik dus vaststellen dat gasboetes verschillen per regio. Ik heb opgezocht waar ik wel muziek kan maken, en vertrek ik nu dus richting Leuven.